Dus iedereen gaat nu heel hard bezuinigen. Je ziet het in Spanje bijvoorbeeld. De ambtenaren salarissen 5% naar beneden. Dat gebeurt ook in Portugal, maar ook in Nederland. Hè. Als je naar de alle partijen kijkt, iedereen heeft het over de bezuinigingen. Alleen is de vraag hoeveel. Als je nu gaat bezuinigen in zo'n economische omstandigheid, betekent dus dat het heel veel slechter gaat met de economie. Dus dat betekent dat we waarschijnlijk volgend jaar ons een dubbel dip gaan bezuinigen. Een dubbele dip, dat betekent dat we de economie opnieuw in recessie kan zakken. Als het zo doorgaat en als de overige gebieden in Amerika en Verre Oosten ons er niet uithelpen, betekent dus dat we een tweede recessie gaan krijgen volgend jaar. Maar het ging toch allemaal zo goed? Je zei net zelf al, de cijfers over het eerste kwartaal van veel beursgenoteerde bedrijven vielen niet tegen. Langzaamaan zagen we ook de macro-economische gegevens langzaam weer tekenen van herstel vertonen. We leken op de weg naar boven. Ja, oh, en dat zal ook voorlopig nog wel even doorlopen. Maar al die bezuinigen zorgt ervoor dat er gewoon heel flink op de rem wordt getrapt. Als je gaat kijken naar de onderliggende bedrijfscijfers, die zijn uitstekend. De winsten voor de AEX-bedrijven zijn dit jaar al met 20% omhoog bijgesteld. Nou, dat is een ongekend hoog cijfer. Dus het gaat echt wel goed met de onderliggende bedrijven. En het gaat ook nu nog wat beter. Je zal waarschijnlijk in de komende jaar wellicht ook de werkeloosheid wat zien verbeteren. Met name in de Verenigde Staten. Dus dat gaat allemaal wel goed. Maar de beleggers gaan dus nu inprijzen dat iedereen op de rem gaat trappen. En dat betekent dat je economische groeiverwachtingen naar beneden moet bijstellen.